Welkom terug bij alweer de zesde aflevering. Zevende? Ja, de zevende toch? Het gaat echt, oh ja. Of heb ik het nou mis? Ja, de zevende. Het gaat echt onwijs snel. We zijn bezig met het kasteel. En ik moet zeggen, Game Channel, dat... ja, het loopt zijn rolletjes. Leuke reacties. De abonnees die stromen binnen. Dus het is gezellig. En, En volgende week is het kerst. Dus nog leuker. Lekker eten. Oh, heerlijk. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan het altijd over een onderwerp hebben. Oh, ik zie dat ik hier geen stenen meer heb. Dan hoop ik dat er nog wat in mijn kist zit. Ja, daar zitten nog stenen. We gaan het hebben over pesten. Ja. Dimmy, vertel jouw ervaring daar is mee. Nou, ik ben zelf nog nooit gepest, maar vroeger pest ik zelf wel anderen. Dus ja, ik was niet zo'n braaf jongetje vroeger. Er was geen braaf jongetje? Nee. Niet zo'n heilig boontje. Nou ja, even kijken, waar ben jij? Even kijken, weet je wat het is? Ik werd heel vroeger, werd ik wel op de basisschool werd ik gepest. Maar dat is echt al heel lang geleden. Maar ik heb me, moet ik zeggen... nu is dat heel anders bij mij. Ik kan me daar overheen zetten en... moet ik zeggen... Ik weet niet hoe het is, maar ik kijk er nu heel anders mee. Ik ga er nu heel anders mee om. En ik word nu niet meer gepest of zo. Dus, maar ja, vroeger, zoals anderen, zou je wel vast wel gepest zijn. En ja... Ja... Het mag eigenlijk niet leuk zijn, maar soms is het toch... Soms denk ik van, je vraagt er een beetje om. Ja, dat heb ik ook. En dat is niet van, oh ja, nee, ze vragen om te pesten. Nee, dat is het. Dat bedoelen we niet. Maar we bedoelen wel... heel even kijken hoe we dit het beste kunnen bouwen. Ik denk dat we het gewoon dicht kunnen bouwen hier van achter, toch? Ja, toch? Ja, denk het wel. Gaan we dat zo dicht bouwen? Ja, kunnen we wel doen. We hoeven niet overal tralies te zetten, denk ik. Nee. En het is maar net hoe je ermee omgaat. Want je hebt wel eens van die mensen... En ik weet niet, die... Ik weet niet, ik ben zelf van mezelf iemand, ik heb me de laatste jaren heel erg positief ingesteld. En je moet kijken, eigenlijk de dingen die je behaalt, daar moet je trots op zijn. En ja, daar moet je toch van leren. En als jij elke keer iets haalt die je denkt van, nee, het lukt niet en ik kan dit niet en ik kan dat niet. Dan ga je het ook niet halen. Dan denk je van, ja, ik kan het. Dan wordt jouw ego zeg maar groter. En dan, dat mag iedereen mag het gewoon weten als jij iets gehaald hebt. En dan weet ik zeker... Dat jij ook anders tegen pesters aankijkt. Dus dat is misschien een wijze les. Dus... Ik denk dat heel vaak mensen... hoe moet ik dat zeggen? Mensen die onzeker zijn, die gepest worden. Want dat is wel zo. Ken jij iemand die zeker in zijn schoenen staat en die gepest wordt? Het zijn altijd onzekere types. Ja, precies. En dan zeg ik niet dat... Dan kan je best zeggen, het is simpeler gezegd dan gedaan... Dat snap ik helemaal, maar je kan je er wel zelf aan werken en bij mij was het ook niet de ene op de andere dag, maar als jij onzeker overkomt, weet je, het leven er zijn ook mensen die, mooi, er zijn ook mensen die willen zelfmoord doen en dan denk ik van, ja, waarom wil je dat dan? Ja, omdat je onzeker bent. Omdat je onzeker bent, maar weet je wat het is, het leven is zo mooi. Ik bedoel... Lekker eten. Ja, inderdaad, lekker eten, lekker... Game Channel kijken. Ik geniet van het leven. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik ben ook een levensgenieter hoor. Tuurlijk. Geniet van het leven zeggen ze altijd. Oh, wat lekker. Hey, zullen we hier van boven nog een paar van iets van ramen of iets doen of zo? Want dit is wel heel mooi hier nog staat. Ja, toch? Ramen hier. En dan dit weer dichtmaken. Je moet nog een heel ding omhoog. Maar ja, vorige keer zijn we ook begonnen aan de gracht. Ja, klopt. Vorige week. Moet daar nog iets aan veranderd worden of zo? Volgens mij nog doortrekken naar voren, toch? Ja, volgens mij... Vooraan het kasteel. Zoiets was het wel, ja. Even kijken, want volgens mij... Klopt. Ik ga zo dood, want ik heb geen eten meer. Oh, wacht, ik heb eten. Ik heb volgens mij nog gouden appels. Ja, ik heb gouden appels. Oh, wat lekker. Lekker, hè? Waar ben jij? Gouden appels. Ik gooi ze eventjes in dat middenstuk in de bovenverdieping. Dan gooi ik ze even voor je neer. Ik hou wel van goud. Ja? Goud, oh, ja. Dat leuk hè. Kan je doorverkopen om smelten?
Ja, weet je wat het is? Ja, ik heb bijvoorbeeld vorige maand een personeelsfeestje gehad. En ik vind het altijd wel leuk om te zien dat de mensen. Heb jij. Wacht, ik wil tralies. Zullen we hier tralies zetten? Ja hoor. Dat er altijd mensen zijn. En die. Hoe verschillende mensen er zeg maar naar zo'n feest gaan. Ik bedoel, er waren mensen die waren bezopen. Nou, sorry, maar ik vind dat niet kunnen op een personeelsetentje. Maar goed, maakt niet uit. Maar ja, ik weet niet. Dat is hetzelfde als je vraagt, Dimi, wat is normaal? Ja. Kijk, niemand weet de definitie van normaal. Ik bedoel, is dat. Wanneer ben je normaal, weet je? Wie is nou Volgens mij normaal? is dit niet zo mooi wat je nu hebt gemaakt. Nee? Kom maar eens hier staan. Ik zit je in de gaten te houden. Ho! Oh. Ik val er vanaf. Heb jij nog ramen of zo? Oh man. Raam. Nee, ik weet niet. Het heeft niet echt iets inderdaad. Een kasteel heeft toch geen ramen? Wat gaan we hier dan doen? Ja, tralies is wel leuk, denk ik, maar. Oh, maar dan gaan we helemaal Oh, tralies. daar val ik ook weer naar beneden, Gewoon jong, allemaal jong. tralies. Of hoe bedoel je? Ja, dan moet ik weer even omhoog. Let op. Zit hij alles te slopen? Slopen. En vergeet je trouwens ook niet te abonneren. Dat zullen hartstikke leuk zijn. Want we willen namelijk. Ja, weet je mag een beetje doelen voor jezelf stellen, toch? Ja, Nou, toch? Dat als mag we toch? 5000 abonnees hebben, dan willen wij allebei een poging doen om te gaan vloggen. Dan kan je best zeggen: Oh, weer een vlog erbij. Maar zo zie je wel weer eens een keer iets anders van iemands leven. En dat wil ik gewoon graag delen. Maar kijk, ik ga geen vlogs maken voor 10 kijkers of zo, snap je? Of voor 20 kijkers of zo. Dus ja, we willen wel iets van 5000 abonnees, hebben wij gezegd, dan gaan wij vloggen. Ik zit even te Het kijken is wat je toch een aan. mooi doel. Ja, tuurlijk. Misschien halen we het niet, dan halen we het niet. Dan hebben we in ieder geval hier plezier in. Even kijken. Oh, zo bedoel je? Ja, dat kan ook. Oh, wacht. Nee, dit moet weg. Waarom? Heb jij nog tralies? Ja, hier. Ik heb ze allemaal aan jou gegeven. Kubus hoofd. Kubus zo. Ja, jij ook. Maar dan komen we weer terug op het item pesten, Ja? hè? Ja. Maar je bent nooit gepest? Ja, op de basisschool ook, ja. Ja, daar worden de meesten ook gepest op de basisschool. Het is maar net hoe jij daarmee omgaat, weet je? Moet je niet in de weg gaan staan. Ja, laten we daar maar niet verder mee gaan. Kijk hoor. Zie je nu nog wel wat? Ik sta Ja. in je. Gadverdamme. Ga daar nou eens een keer weg, joh. Ik kan nog ineens normaal bouwen. Oh, wacht. Ja. Kan ook weg. Oké, als jij dit afbouwt, dan ga ik hier die zijkant nog afbouwen. Want anders komt dat kasteel natuurlijk nooit af. En dan. Die zijkant, dat doen we gewoon weer hetzelfde, toch? Dus dan doen we. Hout van de gracht. Kan ik gaan zwemmen. Maar heb jij al zin in de kerst, Victor? Tuurlijk, kerst is altijd lekker. Maar daar hebben we het al over gehad. We moeten het over. Ja, vorige week hebben we het erover gehad. Maar ja, het duurt nog maar een halve week, joh. Volgende week Heerlijk. is het al zover. Lekker kerst, lekker eten. Oh. Kijk, hoe hebben we ook weer die zijkant gemaakt? Daar klopt er helemaal niks meer van. Ik zal ze ook wel laten zien wat jij ervan gemaakt hebt, hoor. Zo. Zo. Oké, wacht. Oh, nu kom ik niet meer boven.
Heel erg geconcentreerd en. Hier, kijk, zo is het toch wel mooi? Ik vind het perfect. En als je kasteel wil zien, dan kan je het natuurlijk. De link staat in de beschrijving, dan kan je hem zien. Ja, het IP. Ja, het IP inderdaad, daar moeten we nog eens een keer iets voor vinden. Ja, en we zaten ook te denken, moeten we een website voor Game Channel maken? Doe jij nou weer? Oh. Ik dacht dat dat weg moest. Nee. Ja, een we zouden een website, zaten we aan te denken om het te maken, toch? Ja, inderdaad. Game Channel. Moeten jullie ook even achterlaten in de reacties. Oh, mijn stenen zijn op. Hier heb je stenen. Mooi, bedankt. Nou, dan kunnen we weer verder in ieder geval. Zo, ik ben echt schor, joh. Komt dat? Ik zou het niet weten, maar... waarom wordt dit bovenste nou weer anders dan? Dit is anders? Ja, we gaan toch hetzelfde doen als van hieronder, of niet? Ja, maar dan is die iets te laag, denk ik. Oh, wacht, doen we het zo. En dan trekken we dit zo door. Oh. Ja, oké. Nou, mooi. Even kijken. Zo. Ja, we mogen wel doorbouwen. Want volgende week moet hij al af zijn. Het is nu de 21ste. Nee, de 20ste, sorry. Ik zit niet op te letten. En dan is volgende week al de 28ste. Dan moet het kasteel af zijn. Eigenlijk wel, ja. Nou, dan moeten we maar even kijken hoe we dat gaan doen, maar... Even doorbouwen. Ja, als jij die andere kant nou eventjes dit gaat doen. We hadden als doel gesteld dat die voor het nieuwe jaar afkomt. Ja, dat moet wel lukken, toch? Ja, nog 2 weken. Deze week en volgende week. Als jij dan eens wat gaat doen in plaats van zomaar te staan. Ja, ik heb geen tralies meer. Heb jij dat nog? Ja. Oh, hier. Wacht. In mijn kist zit nog wat. Zit er niks meer in die oven? Nee, helemaal leeg. Helemaal leeg. Even kijken. Zo, nou dit is op zich wel een goed begin is het halve werk, zeggen we altijd. Nou. Ga die andere kant maar eens doen, want niks doen is ook weer zoiets, hè? Even kijken, wat gaan we doen? De onderste rand... Ik maak de gracht ook nog wel even af. Prima. Dat is ook wel handig. Anders komt hij nooit af natuurlijk. Zo. Oh, moet ik even mijn emmers water vullen? 1 emmertje water halen. Dat is toch zo'n liedje van, hè? Oh ja. 1 emmertje water halen. Zongen ze vroeger altijd, hè? Ja, wat had jij over een vroegere school? Wat had je altijd? Had jij ook altijd van die liedjes die ze dan zongen? Oh ja, als je jarig was. Ik weet nog wel, dat was een liedje van... Hey Kanje, dit is je verjaardag. En dan zetten ze die radio, zetten ze zachter... en dan deden ze jouw eigen naam erover. Dan denk ik van, ja. Oké. Okay. En met mijn verjaardag zongen ze altijd van... in het Chinees en alles. Oh, wat had ik daar een hekel aan. In het Chinees? Ja, op de basisschool. Ze zijn toch in Nederland? Ja, precies. Gingen ze in alle talen verjaardagslied zingen. Oh, dan was je zeker ook wel een hele dag aan kwijt, of niet? Ja. Nou, de zijkanten die met tralies hier staan in ieder geval. Dus dan moeten we de grachten nog afmaken en dicht verder dicht maken. En dan moet ik zeggen, dan denk ik dat het... dan gaat het wel ergens op lijken. Ho! Komt zo'n groene lul uit. Pas op je woorden. Zo'n groene klootzak. Zo'n zombie. Even kijken. Je kan nog geen eens normaal meer bouwen in Minecraft, joh. Altijd die beesten. Even kijken. Nou, dan hebben we hem zo. Hier klopt alleen nog komt iets. Er komt weer zo'n rotspin uit. Jongen. Oh, de gracht loopt leeg. Hoe kan dat nou weer dan? Ik sla er een gat in. Ja, wat moeten we dan even... Ja, maar het gat is alweer gedicht.
Even dichtplakken. Ik heb wel eens een fiets gehad. En ja, die fiets. Gaan we het over fiets opeens hebben? Die fiets die van mij was gestolen. Dan zou je zeggen, nou, dat kan gebeuren. Nou, maar dat is maar net hoe het oplost. Want de plaats waar ik woon, die had zeg maar een winkel. Ja, hoe moet ik dat nou eens even goed uitleggen? De winkel was verhuisd naar een ander dorp. Ik woon in een stad en het was naar een dorpje hiernaast verhuisd. Mijn fiets was dus gestolen en dan zouden de verzekeringen het geld daar naartoe overmaken en dan zouden we een nieuwe fiets kunnen halen. Maar, zei die winkel, nee hoor, die was gewoon verhuisd. Nee hoor, het is niet, we zitten niet meer in die stad, we zitten in een dorp. Nou, en dan ben je dus letterlijk gewoon genaaid waar je bij staat. En je bent doodgeschoten. Ja, ik merk het. Twee van die beesten staan hier. Al spullen kwijt. Nou, wij dus hartstikke pissig naar de verzekering gegaan dat we geen nieuwe fiets kunnen uitzoeken. En vervolgens hebben ze het wel opgelost en hebben ze gezegd, nou, dan mogen jullie bij een ander filiaal mogen jullie dat dan halen. Ik zei, is goed, maakt niet uit, desnoods de andere kant van Nederland. Nou, uiteindelijk hebben we dan een heb ik de 20 kilometer of zo, 25 kilometer gefietst. 25 kilometer er vandaan zat ook zo'n winkel. Nou, daar hebben we dat gehaald. Heb ik teruggefietst. En ik denk van, ja, hè, we wouden nog wat bijleggen voor een wat betere fiets. Maar dan krijg je zo'n service. Dan denk je van, ja, waarom dan? Maar goed, de bovenverdieping die begint er toch wel aardig op te lijken, Dimmy. Ja, toch? Ja, oh, ik zie alleen hier een fout. Want volgens mij moet deze muur nog een stuk doorgetrokken worden. Even kijken. Ja, dat zit nog een fout in. Even kijken. En waar ben jij mee bezig dan? Hallo? Oh ja, sorry, met de gracht. Oh, nou, kom eens even kijken hoe ver jij met de gracht bent. Nee, kijk hoor, ik ben weer dood gegaan. Ben ik het hele stuk aan teruglopen. Nou, mijn Ik tralies die zijn nou ook wel een eindje op hoor. Ik moet zeggen, het begint er toch wel aardig op te lijken. Maar we moeten nog iets in het kasteel bouwen, hè? De bovenverdieping of zo, weet ik veel wat. Zo, nou, hopsakee. Eens even kijken. ben het hier aan dichtmaken. Even kijken hoor. Ja, maar dat gaat niet echt geweldig. Kan jij niet even helpen deze kuil te dichten? Ja. Komen die beesten er ook niet meer uit, hè? Hier uit die grot komen steeds die beesten. Zullen we dit gat nou eens even dichten? Ik heb alleen geen aarde, dus. Heb ik wel. Nou, ik kan kijken of er nog iets in mijn. Hier heb je aarde. Ik heb dat net allemaal weggehakt. Een end hier vandaan, hier. Zit een bel in je kop. Ja, dat weet ik. Kom door dat beest. Jongen, jongen. Weet je hoe pijn dat doet? Ja, er zit er weer één. Nu zit er waarschijnlijk nog een pijl in mijn kop. Oh. Kom even naar boven dan, dan dichten we even dat gat. Nu is mijn hele kop waarschijnlijk vol. Je zit er niet alleen eentje in je kop. Val ik weer in dat gat? Jongen, jongen. Het gaat ook echt lekker. Nou ja, het is alleen niet echt interessant om naar te kijken. Dus we moeten even snel dat gat Gat dicht. dichten. Ja, maar dan heb je ook geen last meer van die beesten, van die groene. Nee, dat is wel lekker op zich. Die lopen hier omhoog, uit die grot. Ik heb gehoord dat die beesten alleen in die grot komen, zeg maar. Ze daar tot leven komen. En als het donker is. Moeten we hem hier ook even dichten? Zo.
Zo, nou, even kijken hoor. Het is jouw aardig dicht, toch? Hou jij eigenlijk van tuinieren? Nee. Nee? Totaal niet. Jij wel dan? Nee, ik vind dat het één ding, die vind ik zo vervelend, hè? Nou? Heggen snoeien. Oh ja, heggen snoeien, ja, dat is zo vervelend. Ja, en mijn vader, hè, daar mag nooit van aan de heggenschaar zitten. Hoezo niet dan? Wat? Hoezo dat dan niet? Ja, hoe heet dat? Ja, kijk. Die heggenschaar, kijk, hij is altijd bang dat ik de heg kapot knip. En ja, dan dat is een hele dure heg hebben wij in de tuin. Dan zegt hij altijd, ja, blijf van die heggenschaar af. En dan denk ik, ja, waarom toch? Beetje kinderachtig, hè? Beetje kinderachtig. Ik ga nu wat een aardig dicht hebben, dus ik ga nog even verder. Maar mag jij altijd aan de heggenschaar zitten? Of vindt jouw vader dat ook zo vervelend? Mijn vader die vindt het alleen maar fijn als ik dat zou doen. Als ik een keer, ja. Denk ik, een keer zou doen. Dus ja. Nou, in ieder geval de basis. Ja, ik moet zeggen, ik denk dat we de basis van het kasteel aardig af hebben. Morgen gaan we dan verder we moeten de voorkant hier nog moeten we iets aan maken. Ja, nee, ik zat ook te denken een brug over de gracht heen. Maar ja, anders kom je niet binnen. Oh ja, dat is wel een goeie. Moeten nog wel aardig. Wel logisch natuurlijk. Moeten nog aardig wat doen, moet ik zeggen. Bedank ik jullie voor het kijken. We gaan nog heel eventjes snel. Nee, dat doen we morgen. Morgen zien jullie het resultaat. Bedankt hier voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op de knop. Het zou hartstikke leuk zijn. Doe een duimpje omhoog. En tot morgen. Doei. Met een nieuwe Minecraft aflevering om 4 uur. Doei!